Yes, dames en heren, goed dat je kijkt naar de allereerste aflevering van de Lavish Live podcast. Mijn naam is Zenu 4000 en ik heb een paar speciale gasten bij zich. En ze gaan hunzelf natuurlijk voorstellen. Ik ben Montana, ik ben 20 jaar, kom uit Oudekerk aan de IJssel en ik ben singer-songwriter. Mijn naam is Femi, fulltime comedian, parttime TikToker. Nee, geen TikToker, content creator. Ben 22, ik woon in Nijmegen en ik ben vandaag hier, man. Om gezelligheid te brengen. Welkom, welkom. Dankjewel, bro. Dankjewel. Zo, Nijmegen. Nijmegen. Gezellig. Ik ben DJ D-Rashid, oprichter en bedenker van Latin Village Festival. En ben DJ en producer. En natuurlijk ook onderdeel van de Lavish Live Family. Yes, mijn naam is Beetje. En ik ben artiest en Baliman. Wat veel mensen waarschijnlijk niet weten van me. Hé, Baliman? Ja, man. Waar speel je, bro? Ik speel bij Willem II. Gek. Ja, man. En ik zit hier omdat jullie misschien de tune Lavish Dance al kennen. Dus we zijn er gewoon, man. Die kennen we wel, man. Seno, doe even de leverage net dan. Doe even dan. Nee, maar, ik denk niet dat je die wil zien, hoor. Dat wil je niet zien. Nee, niet zien, maar ik ben eigenlijk wel even gewoon benieuwd, man. Hoe is het bij jou begonnen eigenlijk? Qua muziek? Of, ja, qua muziek. Nou, eigenlijk vroeger al ben ik gewoon op mijn telly, bandlab voor de artiesten misschien, ben ik gaan tapen. En uiteindelijk hebben we een schuurtje bij mijn oma in de schuur gebouwd. Met Mattie zijn we gewoon muziek gaan maken. En ja, vanuit daar heb ik het gewoon doorgepakt, man. Dan zeiden je moet doorgaan met dit en ja, daarom zit ik nu hier. En Lavish Dance was dan zeg maar dat ding waarvan je dacht? Ja, ik weet niet, man. Het was, we zaten gewoon in de studio met een paar matties en we zeiden van, wat is nu een drankje die aan het opkomen is? Want het is een jaar geleden dat ik die tune heb gemaakt, dus niet eens recent. En ja, we zeiden een drankje pakken die aan het opkomen is, Lavish Dance. We hebben die tune gemaakt en na een jaar is er een dansje opgemaakt waardoor die viraal is gegaan. Gek. Daarom, ja man. Viraal? Iedereen heeft viraal, het. Ja. Viraal, ja. Serieus viraal. Ook. Ja man. Gek, nice. Gek. Maar wat is Lavish Dance ook de eerste tune die je zeg maar hebt uitgebracht? Nee. Ik heb een paar tunes uitgebracht. Ja. En natuurlijk heel veel liggen ook. Maar ja, ik heb heel veel verschillende kanten wat mensen nog niet van mij kennen. Ah, wat is je beste genre met jezelf? Wat je zelf vindt van jou? Ja, ik focus me op dit moment op afro. En dansal. Damn. Was je, man. Ja. Dansal ook nog, oké. Okay. Ja, is goed, maar en je leg maar uit dat je speler bent bij Willem II. Ja, klopt. Ja. Dus je bent gewoon een serieuze baliman eigenlijk. Ja, zo kan je doen. En hoe gaat dat dan in combinatie met het muziek maken? Wat vind jij op dit moment leuker? Ik vind beide even leuk, man. Ja, ik kan geen keuze maken. Maar uiteindelijk is Bali wel waar het is begonnen. Dus, maar daar heb ik denk ik ook wel een beetje mijn discipline en motivatie vandaan gehaald. Want je leert daar natuurlijk wel om, je kan niet uitgaan, je kan niet dit, je kan niet dat. Dus uiteindelijk hard werken heb ik denk ik een beetje daar vandaan gehaald, man. En als je moest kiezen, zeg maar van, of Baliman, bro, of zeg maar, of zeg maar, ja. maar wacht, zeg maar, of Jude Bellingham, zeg maar, die model, of Genna, wat zou je? Nee, wacht, of Burna Boy. Of Jude Bellingham of Burna Boy. Ze pakken allebei cash. Dus het ding is, wat het beste werkt. Nee, natuurlijk ook wat ik het leukste vind om te doen. Maar op dit moment kan ik daar nog niet echt tussen kiezen, man. Het is gewoon, ik vind het beide leuk. Ja, en puur. Wat het meeste gaat brengen, daar kies ik uiteindelijk voor. Ja, nee, kooi, man. Kooi. Kansen verspreiden. Ja, man, puur. Montana. Yes. Big artist. Dansers in the back. 7 juli, wat gaan we doen? We gaan een leuk feestje vieren met z'n allen, denk ik. Gaat deze show zeg maar voor jou in de boeken? Of? Denk het wel. Ja? Want, weet bijna wel zeker. Want jij bent wel echt zeg maar een performance artiest, toch? Want ja. Als je komt echt wel gewoon een brok wat te maken, zeg maar. Ja. Ik had van iemand gehoord, of van een ik keek een keertje naar een video en toen zei iemand ook gewoon van, als jij als artiest zijnde iets doet, moet je zorgen dat, zeg maar, dat je jezelf ook echt de shit voelt, snap je? Anders gaan andere mensen dat niet voelen. No cap. En je had me al een beetje uitgelegd van over je gekste show, zeg maar. Mm-hmm. Maar wat maakt een show voor jou echt gek? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, ik denk bij jezelf vooral. Voelt het goed en hoe reageerde de crowd? Ik denk dat mijn focus sowieso voor nu is. Want ja, up and coming kan zijn dat veel mensen nu nog niet je muziek kennen. Maar ik ben gewoon gefocust sowieso op het publiek en het meenemen van hun energy en
het gaat er ook om, denk ik, dat je de energy die jij uitstraalt, daar reageert het publiek ook weer op. Dus gewoon energy-wise kijk ik er gewoon naar. Ja, 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 ja. En hoe ervaar jij dat dan? Want jij bent DJ, dat is ook weer... Nou, weet je, het is, als ik draai, heb ik één doel. De mensen het mooiste moment geven van het jaar. Dus ik wil altijd dat mensen gaan lachen en blij zijn. En ik heb nooit gedaan voor het geld, nooit gedaan voor het roem. Altijd gedaan om mensen blij te maken. En dat is echt, ook met Let the Village Festival ook, dat ik al jaren organiseer. Weet je, ik wil jou de mooiste dag geven van het jaar. Weet je, en elke keer lukt het ons. Of lukt het mij. En dat zit erachter eigenlijk. Weet je, het is niks moois dan iemand blij kan maken. Want vooral, en dat is ook met Let the Village Festival natuurlijk. Mensen komen natuurlijk naar ons om ze een mooie dag willen. En ze hebben misschien relatieproblemen, geldproblemen, of werk van wat, of werkproblemen, of iets. Op Let the Village worden al die problemen weggevaagd. Ja, bij Let the Live Festival gaat dat ook zeker gebeuren. Ook zeker. En dat gaat gebeuren. En weet je, het is escapisme noem ik dat. En als ze dan komen, weet je, dan ga jij optreden. Ik ga optreden, jullie gaan allemaal optreden. Mag ik ook optreden? Jij mag er wel zijn. Dan mag ik ook. Je mag dansen bij mij. Je mag dansen. En hem wil je niet zo dansen hoor. Ik heb de Leverage. Als je mij ziet dansen dan. Ja, maar het is inderdaad... Ik denk iedereen komt vaker zien. Je praat door me heen, hè? My bad. Maar ik vind het leuk. En, maar wat natuurlijk leuk is... Kijk, Levi's staat natuurlijk bekend als een blikjesmerk. En natuurlijk met een van de populairste merken van Nederland, volgens mij, toch? Echt. Ja. Maar dit is natuurlijk de eerste keer dat ze festival doen. Het is ook een eer dat wij er mogen staan. Ja. Jij zei toen het ook al. Het is echt een eer. En ik geloof dat dit een begin kan zijn van een van de grootste festivals van Nederland. En dit is ook, je hebt al veel vaker samen, jij hebt persoonlijk veel vaker samengewerkt met Lavish. Hoe vind jij de samenwerking tot nu toe gaan? Het is eerlijk, het is alsof ik, of familie is, alsof ik thuis kom. Ik voel me echt thuis hier en heb ik niet zo snel. Ik ben best wel schuchter. Ja. Zouden mensen niet denken, maar ik de DJ, Dear Rashid, ben best wel schuchter. Weet je, veel mensen trekken aan je natuurlijk. Maar ik voel me hier echt gewoon thuis. En daarom ook ben ik ook onderdeel van de familie. En we gaan 7 juli. Gaan we Levis Live Festival in Gaasperplas. Gaan we episch maken. Dat wordt het begin van de nieuwe zaken. Ja, dat zou top zijn. Koop nu je kaarten. Kan je me een paar namen geven? Een paar namen? Los van dat jullie twee Montana daar natuurlijk. Eerlijk, ik ben benieuwd naar een set, man. Ik eigenlijk ook. Ik eerlijk ook wel. Thank you. Het klinkt heel lullig, maar heel vaak zijn zangers of zangeressen hebben tof liedjes. Maar hun performance is niet op niveau van liedje. Maar bij jou is het volgens mij nog zelfs beter dan je liedjes. Ik ben heel benieuwd. Dankjewel. Ja, ik ben wel van plan om uit te gaan pakken. Dus stay tuned. Jij ja, staat op de mainstage, sta je toch? Ja. Waar je ook hoort natuurlijk. Oeh, dat wordt spannend. Gek. Beetje. Gek. Heb je vaker opgetreden? Ja man, laatste tijd een paar showtjes gedaan. Ik heb in de Melkweg gestaan ook. Een paar showtjes? Van mij heb je heel veel showtjes. Ik heb wel een aantal showtjes gedaan. Ja man, dat is echt mooi. Mooi om mee te maken. Zenuwachtig? Nee, niet meer. Nee? Het is altijd even het begin. Eerste woord is eruit en dan voel je gewoon die energie van het publiek. En dan, ja. Dan is alles, dan is het gaan. We zijn weg gewoon. Ja. Want jij staat ook op Levis Live Festival, toch? Ja, zeker. Hoe was je eerste showtje dan? Ja. Samen met DJ Irwan, toch? Ja. Welkom. Hoe heb je eerste showtje ervaren? Je allereerste gewoon. Hoe voelde dat? Ja, ik heb eigenlijk mijn eerste showtje voor een groot publiek. Ja. Ik denk 1000 man heb ik al gedaan voor deze tune. Oh. Dus niemand kende mijn tunes. Ik stond daar gewoon. Dus en, was al... Het was, ja, niemand deed natuurlijk mee, maar het was wel de ervaring. Dat is heftig. Ja, de ervaring had je al. Zeker, ja. En hoe voelde dat? Had je spanningen? Ja, toen had ik al spanningen, maar het ging allemaal zo snel dat ik stond daar gewoon. Ik heb mijn ding gedaan en later krijg je de filmpjes pas terug te zien. Ja, maar precies. Ja. Nee, dat maar het is tof, mooi man. Om mee te maken. Nee, dat is gek. Lijkt mij doodseng. Dat is tof. Ja. Vooral als je een liedje doet die niemand kent, lijkt me echt doodseng. Als DJ is best makkelijk. Als DJ kan je gewoon zeg maar hitjes draaien of hitjes. Ja. Maar als je eigen liedje ook is best persoonlijk. En ze kennen hem niet, zeg maar. Maar het ding is zeg maar als jij vertrouwen hebt in je eigen muziek, als je weet van jezelf van wat ik maak is dope, dan... Ja, het draait ook gewoon om die performance. Ja, als je daarom. Gewoon zelf lid bent, snap je? Als je stil op stage staat, een beetje... Maar, dan gaan de mensen ook denken van, kill, fuck, ga met deze man. Ja, maar hij heeft nu zo'n hit. Ik kan voorstellen dat die mensen aan het gillen zijn van het liedje, toch? Ja, ja. Dat is belachelijk. Op hoeveel streams zit hij nu? Hij zit nu op 6,5 ton. Kijk. Gek. Ja. Maar fuck dan, Femi. Fuck up, Pim. Want jij bent er ook. Ik ben hier, man. Als wat eigenlijk? Wat? Ik ben hier gewoon... Wacht. Nee. Bij de bar. Achter de bar. Wat ga jij regelen, 7 juli? Broer, 7 juli, ik ben gewoon op good vibes, man. Ik ben altijd op good vibes. Ik ga wat leuke interviews doen, denk ik. Denk ik wel. Hey, laten we even proosten. Hey, trouwens, even proosten over, man. Ja, man. Even gewoon ja, man. Even proosten op het goede leven. Ja, op Levis Live Festival. Levis Live Festival, man. Kijk jullie allemaal even in de ogen aan, hier, hoor. Drink je alcohol onder de 18? Het werkt. Fun fact. Ja, zeker. Drink wel Levis als je boven de 18 bent.
Nee, maar wat ga ik doen? Ik ga gewoon lekker interviewen, man. Ik ga gewoon een goede dag ervan maken. Ik ga met mijn boys. En we gaan gewoon plezier maken, man. Ja, want... zeker. Jij vroeg net aan mij van welke artiest komen we optreden. Maar zeg maar Priceless. En Jan Lee komen natuurlijk met Friends. En ze komen natuurlijk met een... Ja, met Friends. Hoe zit dat? Ja. Ze komen met een sterke... Leg het op. Ik weet het. Jullie weten het niet. Maar er komen een paar artiesten. Je gaat ons niet... Maar je gaat ons geen... Gewoon. Zal ik het vertellen? Wil je het weten? Ik wil het wel weten. Laat dat. Maar ik zeg wel één ding. Als die surprise acts komen, dan is Ziggo, als je het zou vertellen, is Ziggo hem uitverkocht binnen 1 uur. Gek. Hè? Dus dat betekent gewoon koop je kaartje en je ziet het Dat zelf. Betekent gewoon van, joh, je moet komen. Koop je kaartjes nu voor Levis Live Festival. Eigenlijk wel. En als je niet komt, dan ga je eerlijk, missen. Eerlijk, het is niet... Wauw, maar weet je, het is wel tof voor Levis Live. Ze hebben een kans gekozen. Ze zeiden, we luisteren. We kunnen het op de fly zetten, maar we willen gewoon surprise houden. Ja. Want we willen uiteindelijk dat mensen voor Levis Live Festival komen. En we gaan het als surprise geven. Het is zeg maar het is soort kerst en nieuwjaar en paas in 1 dag. Ja. En ik wil het... Nee, ik ga niet vertellen. Nee, laat het. Maar ik heb wel, zeg maar, want je draait best wel lang. Ik heb wat wil je me zeggen? Je wil zeggen, die man is oud gewoon. Nee, dat jij ervaren bent in je vak. Maar wat is het gekste dat jij hebt meegemaakt? Gekste. Ja, gewoon domstof. Gewoon raar. Wat gebeurt er nu? Korte ver, ik heb heel veel domme dingen. Want jij kent me niet zo heel lang, maar je ziet aan mij dat ik best wel groot ben. bijvoorbeeld een keertje moest ik draaien in Almere. Ik geef de portier een hand. Oh, ik ben Dear Sheet, moet draaien. Geef de DJ die aan draait zijn hand. Ik moest om 1 uur beginnen. En ik ging draaien, een kwartier lang. Nou, mensen gingen los. En opeens na een kwartiertje komt de manager naar me toe en zegt, hey, Dear Sheet, leuk dat je draait, maar je staat in een verkeerde club. Damn. Gewoon gratis, gewoon... Ja, ik moest de club, eind van de straat, ik stond in de verkeerde club draaien, wist ik veel. Ja. Dat soort dingen heb ik heel vaak. Ging je daarna nog door naar die andere club? Ja, ik was wel een half uur te laat, ja. Ja, ja. Ik was wel een beetje boos, maar... En ook een ander keertje moest ik draaien in Duitsland. En ik had de verkeerde stad ingetikt. Ja, in hele plaats, verkeerde stad gewoon. Ja, in plaats van in de buurt van Enschede was ik bijna bij Luxemburg. Gek. Dat was 6 uur terugrijden naar huis. Dat soort dingen. Dus, dat is lastig. Wees niet chaotisch met je boeking. En jij, heb jij iets geks meegemaakt? Deze man heeft gekke dingen gehoord nu al. Moet denken, man. Wat heb ik meegemaakt? Gillende meisjes? Ja, gewoon... BH's op podium. Slippers? Wie weet, 7 juli. 7 ja, juli? Weet man. 7 juli, ja, man. Welke, wat heb je liever? BH's of slippers? Gooi BH's op, man. Spreeuws. Ja? Laat die slipjes thuis. Slippers heb ik het over, hè? De slippers. Nee, slipjes. Femi, Faka. Faka pump. Nog steeds ben ik hier, man. Jij bent wild in, toch? Bro, ik ben helemaal niet wild in, man. Het lijkt wel zo, man. Nou, als je mijn content kijkt, man. Maar ik ben helemaal niet wild in zelfs, man. Ja, man. Ik maak geen gekke dingen mee, man. Ik heb misschien in het veld, gewoon als ik op een festival ben, ik heb wel af en toe een paar rare vragen gehad. Hij liegt. Gewoon echt liegt. Ik heb wel een paar rare vragen gehad, maar ik ben echt geen gekke kill, man. Oh, wat zijn die vragen dan? Bijvoorbeeld, afgelopen jaar was ik op een festival en dan komen er gewoon meiden naar me toe van, hey, willen we een trio, man? Gewoon puur gewoon. En ik kan het wel respecteren, want ze zijn gewoon recht door zee. Maar dan zeg ik gewoon van, nee, man, sorry. Maar die dingen gebeuren, man. Nee, maar ik geloof dat noemen ze wilskracht. Nee, maar ik geloof, man. Kijk, weet je wat het wel is, zeg maar? Orshi, man. Orshi. Jij, ik zeg maar, omdat ik al jou gewoon zeg maar, persoonlijk ken. Jij, ja. Zeg maar, als je iets kan regelen, dan doe je het juist niet. Ja, want het is gewoon van... Maar soms regel je dingen waarvan ik denk van, waarom zou je dat regelen? Terwijl nee, het, dat is gewoon, regelen. Het is gewoon van, kijk. Het gaat weer heel diep, jongens. Ik snap er niks meer van. Kijk, ja, zeg maar, een persoonlijke story ook, toch? Er zijn zoveel blikjes hier, toch? Maar dan gaat hij hem... liever beneden halen dan, zeg maar. Oh, hij is that guy. Oh. Hij is zo'n guy, zeg maar. Nee, maar ik ben die guy puur van... als ik je niet kan krijgen of zo, dan wil ik je, snap je? Zeg maar. Daarom ben je nog steeds vrijgezel. Ik ben... Oh, ik heb nog nooit een relatie gehad zelfs, man. Ja. Nog nooit. Ik wacht dus, gewoon echt... Dus bij deze. Ik wacht gewoon echt op de waarom, man. Je mag in de camera kijken. 7 juli, poenap. Kijk, weet je wat het is? FC Schaats. Kijk, ik wil gewoon een meid in de biep ontmoeten zelfs of zo, man. Een wat? Een meid in de biep ontmoeten of zo. Dat in de piep gewoon. Ja, maar in de bibliotheek. Wat is dat? Ik ga de gewoon... bibliotheek? De bibliotheek. Hoe ga je daar praten? Lezen. Hoe ga je daar leren kennen? Oh. Ja. Een iPad. Nee. Hij wil een vrouw. Hij wil een toekomst. Oké, dus bij deze. 7 juli, dames. Waar is de camera? Liever stil als jullie, stille vrouw. Dames. Laat hem een beetje moeite doen. Dames, vind je hem ook een leuke mooi boy? 7 juli is hij op Levis Live Festival. Spreek hem aan. Begin niet over trio's. Want dan zegt hij me nee. Dit is jullie kans. Ja, Montana. Weet je wat we doen? We doen een QR-code met zijn nummer op het festival. Hey. Zo! Ja, klaar. Lach aan. Zo. Gaan we niet doen. Gaan ja. we niet doen. Gaan Montana, we niet. Vertel me. Jouw ideale man. Maar wat? Jouw ideale man. Zo. Ja, ik denk ook wel gewoon
moet wel een grapje kunnen maken. Ja. Je wilt een grapje, je wilt een fatu, man. En een Tony uit. Ja. Zo. Dat zou hilarisch zijn. Ja, dat zou perfect zijn. Ja, man. Nou, Tony. Als je Tony heet. 7 juli. Montana is er. Ja. Beetje. Ja, maar ik vraag me, mag ik niet vragen? Ik weet dat je presentator bent, maar ik ben een beetje. Ik vraag me, ga je ook een toestepliedje doen bij AZ? Ik denk het wel, zeer zeker weten wel. Wat is dat? De cameraman Wat is toestep? Ik ken het niet, man. Eruit. Ik ken het niet, wat is het? Nee, de cameraman daar, Tim, die is gek op toestep. Maar toestep is een muziekstijl uit 2000. En ja, Montana kan het beter uitleggen, nee. Ja, nou ja, het komt uit de jaren 2000 ongeveer. 1999, ja. Ja, Craig David is ermee begonnen, ja. Onder andere. Waar we het net over hadden. Craig David. Artful Dodger. Ja, ja. Maar dat zijn een beetje de... Ja, degene die het wel een beetje op de kaart hebben gezet. En ik vind het gewoon een hele lauwe sound. En daar wil ik graag mijn eigen... Maar in welke genre moet ik zeg maar denken? Is het zeg maar een beetje meer R&B? Is het een beetje meer dancehall? Het is gewoon echt toestem. Het is echt een aparte sound. Ja, ik kan het omschrijven. Het is eigenlijk de Amapiano van de 2000s. Het is zo apart. Het past net. Ja, maar kijk, hij gaat nu zeg maar zeggen. Maar... Nee, ik ga het zo op. Hoe klinkt het dan? Nee, ik zeg Ik snap het niet, bro. Nee, ik ga het opzoeken. Ik hoor je al. Ik zal één tip geven. Toestep kan je niet snappen. Toestep moet je voelen. Toch? Ik ben heel benieuwd. Ik ben erbij. Ik ben je grootste fan, denk ik dan. Een heel groot bordje Montana. Ja, ik ben erbij. Man, dan gaan we weer drinken. Alleen maar drinken. Ik heb een beetje dorst, toch? Ik hoor je. Maar oké. Procenten tellen. Beetje, vertel me. Jouw ideale vrouw. Zo. Stel, ze kan de leverage dance niet gewoon. Zo, nee man. Dan houdt het meteen op. Is al lastig. Als ze de leverage dance niet kan, dan is daar de deur. Nee, mijn ideale vrouw, ja. Ze moet sowieso een beetje tegen veranderingen kunnen, toch? Als ik opeens zeg, ik moet naar de studio of ik moet naar een show toe. Je moet me niet komen vertellen wat ik moet doen. Of wat. Oké, dan wens ik je heel veel succes. Ja, zeker. Daarom ben ik nog steeds... Ja, maar ja, ik heb wel eens meegemaakt dat je vrouw hebt die daar helemaal niet mee kunnen. Ze willen echt weten wat je van tevoren doet. Daarom. Anders gaat het gewoon niet werken. Cool. Ja, maar heeft het niet te maken dat een vrouw... kijk, wij mannen zijn impulsief, toch? En vrouwen zijn best wel gecalculeerd, toch? Gepland, toch? Is dat niet zo'n beetje? Dat... Ja, maar ik bedoel... Je bent ook gecalculeerd bezig als je weet waar je aan begint, toch? Dus dan moet je niet ineens daarna... Ja, maar op elke potje past een deksel. Ja, precies. Okay. Rush. Ja, dank je. Vertel me. Wat wil je weten? Ideale vrouw. Ideale vrouw, die heb ik. Ik ben al jaren gek op mijn vrouw. DJ Seven Chicks, ook een geweldige DJ. Is het een DJ? Ik zal een kort verhaal vertellen. Ik heb ook opgeleid als DJ. De bedoeling was niet eigenlijk om verliefd op elkaar te worden. Want ik vond er altijd dat leuk. De mooiste type of liefde. Ja, maar eerlijk gezegd, ze zat in mijn clip in 2010. In mijn zoon, met Notch en Mitch Crown. En daar zat ze in. En ik was altijd gek op haar. En tijdens corona hadden we contact. En ze zou voor mij de entertainment doen voor Let The Village. Maar ik was op zoek naar een vrouwelijke DJ. Maar ik kon niet vinden met een vrouw die stijl ik had. Zeg maar house, op een bepaalde manier. Ik heb een bepaalde soort visie, net als jij hebt, toch? Mm-hmm. Zeg maar, dat je hebt een bepaalde visie. En op een gegeven moment dacht ik, luister, ik ben gek op haar, maar... Ik vond het belangrijk om haar een DJ te maken dan mijn liefde. En ja, heel raar. Ik dacht, de muziek gaat voor. En want die periode, dat weten ook niet veel mensen. In die periode was ik voelde me niet lekker. Ik voelde me een beetje ziek. Dus op een gegeven moment, ik had het idee van, ik ga dood. Dat idee had ik altijd. En op een gegeven moment werd ik ook echt ziek. Ik ben wel in het ziekenhuis en ik had een virusinfectie. That's crazy. En ik was bijna dood. En met een wonder... ik genezen. Het had niks met corona te maken, helemaal niks met vaccinatie. En zij kwam me opzoeken in het ziekenhuis en toen kwam ik van, ik ben gek op haar. Toen was je weer springlevend, zeg maar. Ja, en zij was een van de redenen. Ik had twee redenen om te blijven leven. Dat was voor mijn zusje en voor haar. Ik dacht, ik kan niet sterven, want ik heb haar nog niet alles geleerd. En dus ik heb opgevoed als DJ en ze is fucking goed, ze is beter dan ik. En met trots zeg ik dat. Mensen geloven me niet, maar als je hoort draaien, denk ik, shit. Maar staat ze ook op het festival? Nee, niet, maar wel volgend jaar. Oh, oké, volgend jaar. Iets om naar uit te kijken, toch? Iets om naar uit te kijken. Ze kon helaas dit jaar niet, want ze staat in het buitenland. Ja. Dus volgend jaar zit erbij. Ik vond het heel jammer, maar ja, uiteindelijk, buitenlandse boekingen, die waren al eerder geboekt. Dus volgend jaar ben je erbij, schatje. En dan geen andere boeking aannemen, anders maakt het uit. Nee, dus dat is het zo. En zij is de ideale vrouw, weet je. En ook omdat zij mij werkt snel. Als ik zeg, schat, ik moet naar de studio, snap ze dat, wat jij zegt. Als ik een les minder boeken heb, snap ze dat. En andersom ook. Dus... het is heel fijn. En ook gewoon, ik leer ook van haar. Zij maakt me een beter persoon. Ze is mijn muze. Puur. Damn. Dat is mooie liefde. Damn, dat is ja. Hey, ja man. Dat is mooie liefde. Ja man.
ik ben DJ, mijn vrouw ook een DJ. Ja, en een betere DJ ook. Hey, Montaar, als je ooit ziet draaien, ik nodig wel een keertje uit. Ze daar beter dan ik. Echt, het is gewoon heel raar. Maar weet je wat komt? En dat vind ik ook leuk voor jij hebt het ook. Ze hebben die female power, wat jij ook hebt. Die female power. En dat hebben wij mannen niet, behalve jij. En wat houdt dat? Wat houdt die female power in? Dat weet ik niet. Het is energie. Okay. Het is energie. Het is een bepaalde soort energie. En ik kan het niet uitleggen. Het bepaalde energie die vrouwen hebben. Dat is die vrouwen hebben, die wij niet hebben. En dat zeg ik ook toch altijd als ik dan verliefd ben, dan vragen ze van, maar waarom vind? Dan krijg je die vraag van, waarom vind je me leuk? Ja. Het is gewoon die vier hier toch? Ja, is gewoon die vier. Ja, want ik vind echt oprecht, en nu heb ik het over DJ's, de meeste DJ's zijn mannen. Ik vind dat het tijd is voor de rise of the female. En vind ik ook, ja, ook bij live artiesten zoals jij, ik vind dat jij moet rise. Het moet niet gaan om... Zeker. Ja, ik vind dat het moment ervoor is en je moet die kans ook krijgen. En dat heel vaak krijgen vrouwen de kans niet. En ik ben een voorstander van, dit is het moment dat vrouwen de rise... En ik vind ook dat Levis Live Festival ook volgende keer nog meer vrouwen moeten boeken zoals Montana. Ja. Meer die vrouwen empowerment. En op een juiste manier. Niet negatief naar mannen toe, maar gewoon om de vrouw de platform geven die ze verdienen. Want uiteindelijk, de rise of the females komt eraan. Ja, man. Ik geloof het wel, man. Femi, ik heb je die vraag nog niet gesteld. Welke vraag? Ideale vrouw. Maar jij. Ja, hij heeft geen ideaal, man. Het moet gewoon een vrouw zijn, klaar. Dan is hij blij. Nee, man. Laat me even... Dus in ieder geval niet bij hem wegrennen. Dat is het enige. Ik zeg je eerlijk, qua... Dat is geen nee, zeg. Qua uiterlijk ben ik heel, heel breed. Ik kan op elke uiterlijk bijna vallen, zeg maar. Elke cultuur, elke afkomst. Maar qua innerlijk moet ik zeg je eerlijk, ik kan het niet beschrijven, bro. Het moet gewoon een Fieri zijn, ja of nee? Fieri. Die Fieri. Het is wel heel breed. Wow. Ja, is ook heel breed. Maar hij is toch best wel... Nee, maar kom, hij weet het toch niet? Maar weet het is niet. Het ook. En ja, ik zeg je eerlijk, ik heb twee keer iemand echt leuk gevonden. Waren hele verschillende types. Ook in doen en ook in uiterlijk. Snap je? Dus ik ben gewoon een beetje van, yo, als ik je voel, dan voel ik je. Zo niet, dan voel ik je dan niet gewoon. Je voelt haar, wat zeg je nou? Snap je? Als ik haar voel, dan voel ik haar. Hey, maar bro, had je wel toestemming, of niet? Hij wil die kans op breed houden. Sorry. Ja, het komt voelen. Weet ik veel. Ik dacht misschien gaat het niet voelen of het goed is. Sorry. Nee, jammer. Maar mijn voorkeur heb ik wel. Kijk, mijn voorkeur is gewoon light skins en brown skins. Qua uiterlijk. Wat? Light skins en brown skins. Bro, we moeten stoppen met... Die white girls gaan nu denken... Wat de fuck is er vertaald? Bro. Boomer. Nee, maar eigenlijk... Kijk, ik zeg heel eerlijk... Help me. Wij moeten stoppen met light skins, brown skins. Nee, maar dat is wel gewoon een voorkeur. Hoef ik niet mee te stoppen. Maar ik bedoel gewoon van... Bro, zeg gewoon een vrouw met kleur, denk ik nu. Waarom brown skins? Waarom moeten wij elkaar onderscheiden met dark skins? Ja, oké. Okay. Nee, ik hoor je. Ja, maar leuk is leuk, toch? Dat maakt er geen manier uit iemand vanuit. Ja, ik hoor je. Nee, maar hij komt met een specifieke huidskleur. Ja, maar ja, smaak is smaak. Ja, maar... Nee, je taft mij niet. Je moet gewoon zeggen... Kijk, ik begrijp waar je bent. Je wil zeg maar niet onderscheid maken in Black Queens. Oh, snap je? Je wil het onderscheid maken. Dat bedoel ik. Okay, ja. Maar los daarvan, oké, is goed. Ja, maar dat is wel gewoon mijn fucking man. Ja. Ik zeg je heel eerlijk, ik hoor jullie allemaal. Ik hoor jou echt met wat jij zegt over dat van... Ze moet gewoon begrijpen. Ja, ik leg ook vaak uit van, bro, ik kan nu... Aan wie? Gewoon zeg maar aan... Aan wie leg je dat precies uit? Ja. In mijn podcast leg ik dat ook gewoon heel vaak uit. In mijn podcast leg ik ook gewoon uit van, kijk... Mijn leven is gewoon van, ik kan nu in bed liggen. En morgen in Dubai de zijn. De volgende kwartier, ik ben aan de andere kant. Je bent in Dubai. Aan de andere kant van de bed? Andere kant ook, van waar? Of aan de andere kant van Nederland. Oh, jij moet wat specifiek zijn. Ja, ik hoor. Maar ja, man. Maar jij hebt daar geen moeite mee natuurlijk. Nou, als ik morgen gebeld word, ik moet draaien. Weet ik veel in Marokko, waar ik heel vaak moet draaien. Ik draai heel vaak in Marokko en Spanje. Ben ik weg. Dus, maar hoort erbij. Is voor mij dan normaal. Mm-hmm. Ja, mijn vrouw had er geen probleem mee. Maar het is ook leuk toch, als je wordt uit... Ja, als je gewoon, ja is leuk, is niks leukers joh, als je bijland gaat. Ik moet wel toegeven, ik vind die vlucht heel vaak vermoeiend. Ja. En ik heb wel eens gedaan, moest ik draaien in... Ik was in Griekenland, moest ik draaien in Turkije. Dus dit zit naast elkaar, toch? Ja. Maar ze mogen elkaar niet, dus je kan niet direct vliegen naar elkaar toe. Dus ik heb 17 uur over gedaan om dat te komen met overstap. Ja, wat? Ja, dan moet je helemaal terug en weer... Ja, heel raar. Maar ik hou ervan. Je komt eraan, weet je, kan draaien. Ik sowieso, ook bij Levis Live Festival, als ik kan draaien en mensen dansen, dat is toch het mooiste wat er is, toch? Dat is toch het mooiste... Ja, maar dat is het wel. En ik heb ook gemerkt dat die tickets voor Levis Live eigenlijk niet eens duur zijn. Het is belachelijk netjes. Belachelijk netjes. Ik weet niet hoe ze het doen. Ja, ze investeren in het feest.
is echt geïnvesteerd in het feest. Want kaartjes voor mij. Hoe duur zijn ze? Ik heb ze 40 euro of zoiets. Overal echt mee. Voor zo'n line-up? Voor een festival. Gekke line-up. Ook bij Montana natuurlijk. Of course. Het is 4 stages. En we hebben ook. Je hebt ook Hush Stage. Heb je ook Wouter S. Dat is echt een techno-koning van Nederland. Maar dat is ook tech. Je hebt tech. Ja, je hebt tech. Je hebt één stage tech house. Ik wil niet urban zeggen. Ik vind het ticket om urban. Nee, weet je, het is Levis Live Festival. Is een muziekfestival met alle smaken die gewoon sexy zijn. Dus ja. Je hebt natuurlijk... De meeste heb je dan... Maar ik zag geen urban. Nee, urban, wat is urban? De meeste heb je natuurlijk Nederlands live acts. Zoals Montana natuurlijk. En een paar toppers. Zoals Priceless en Young Lee en nog een paar andere. En ben je vergeten. Henk Yitee, Benny Rodriguez. Benny, Paas. Emma Heeft. La Fuente. Stefanio. Stefanio. Ook op de line-up. Het is wel ziek. De andere stage heb je natuurlijk Rakaton met de Rakaton toppers zoals Balbino. Cuba komt, dus echt heb je de top Rakaton artiesten. Je hebt één stage met Tech House. En je hebt natuurlijk Prospect 11. Dat is zeg maar een Afrobeat concept met nieuwe legende van DJ's van in de Afrobeat scene. Maar je gaat het gewoon niet zeggen wie die en Francis. Maar wie denk je dat is? Gok. Ik zit echt naar als Pricey met vrienden komt. Ja, Pricey met vrienden, dan denk ik gelijk aan SFB eigenlijk. Het zou gek zijn als je met SFB zou komen, zelfs, man. Ja, of een man. Zou gek zijn. Iemand van SFB. Ronnie. Want hij heeft ook een tune met Ronnie, toch? Hij heeft met wie nog meer? Ja, gewoon een paar van die New Wave artiesten of zo, toch? Ik mag niet zeggen. Wie denk jij? Ik hoop gewoon SFB, man. Ik hoop SFB. Ik hoop eigenlijk dat ook, man. Jij denkt? Maar KM zit wel vast, toch? Dus zeg maar SFB min KM. Hm. Jij denkt Craig David natuurlijk, man. Ja, dat is wel hard, zeg. Stiekem wel. Nee, ik denk... ik weet niet. Misschien een vrouwelijke... Nog een vrouwelijke artiest of zo. Het zou wel hard zijn, man. Ja. Ik denk Delani is er sowieso. Oh, Delani. Ja, man. Hey, Delani is er sowieso. Zij is hard. Ja, man. Ja, ik mag het niet zeggen. Maar zoals ik het zei. Als je hun zou zien op de Ziggo Dome, is het binnen een uur uitverkocht. Zo hard. Nou. Zijn die surprise acts. En y'all do the thinking vanaf nu, zeg maar. Nee, ik mag niet zeggen. Ik wil bijna zeggen Frenna, maar dat is het laatste waar ik aan denk, man. Ik denk niet. Frenna. Nee, ik zeg in het buitenland alleen maar, man. Zeg, eerlijk, bro, zou kunnen, man. Ja, je weet het maar nooit. Het zou gewoon kunnen. Het zou wel stunt zijn als ze hem dan niet op de line-up zetten, maar meenemen. Ja. Niemand doet dat. Zou gek zijn. Opeens, pretty girls. Ja. En dan neemt hij dan ook nog distinct of... Dan neemt hij ook nog distinct. Of Davido ineens gaat. Laten we maar over ophouden. Want, zou nice gaat het laat de mensen denken. Nee, weet je. Laat de mensen denken. In ieder geval, je gaat niet teleurgesteld zijn. Sowieso. Met zo'n line-up. Met Montana natuurlijk erbij. Je gaat gewoon niet teleurgesteld zijn. Dat kan niet anders. Want, weet je ook nog. Hij is die man van de Leffers. Hoe vet is er straks iemand... Dat dansje, dat 3000... Ja, dat zou gek zijn. 5000 man tegelijkertijd staat dit dansje... Misschien laten we wel iemand op het podium komen. Nee, die het dansje kan. Femi. Voor mij. Nee, ik zeg je heel eerlijk... Mij moet je echt niet aanspreken daar, hoor. Nee? Nee, ik ben aan het werk. Kom, man. Ik zie het. Maar met paar lessen op het veld interview, man. Ik drink geen... Nee, maar los daarvan... Ik heb er oprecht zin in, man. Ja, ondanks ook dat zeg maar, veel festivals best wel duur worden. Ja, ja, maar waarom worden festivals zo duur eigenlijk? Zegt de festivalorganisator. Ik heb geen flauw idee, man. Ja? Ja, we kunnen beter aan jou vragen. Nou ja, ten eerste, alles is gewoon duur geworden. Je euro's gewoon sowieso minder waard. Ja. De kosten zijn omhoog gegaan. Alles, bijvoorbeeld diesel, een tent huren, geluid, alles veel duurder geworden. Ja. Security. Dus dat moet doorberekend worden. Dus als je ticket normaal 50 euro is, dan vraag je opeens nu 80 euro. Het niet om meer geld te maken is om uit je kosten te komen. Dat moet wel eens. Ja, heel veel artiesten zijn ook veel duurder geworden, veel headliners. Ja, waardoor ook heel veel festivals het niet redden. De kaartjes zijn te duur, Arnhem was te weinig. Ja. En het is heel jammer, maar Levis Live gaat gewoon door. En die is er gewoon. En die gaat gewoon de nieuwe zagen en de nieuwe legend wordt dat. Ja. Ik vind het leuk dat, zeg maar... Ik heb nieuwe kaarten. Ja, zeker. Ik vind het ook heel erg leuk dat heel veel nieuw talent is gecheckt. Ja. Dat vind ik heel erg leuk. Ja, dat moet. Kijk, mijn angst is wel, was vroeger heel erg van... Kijk, dan heb je een festival die 20, 30 jaar echt gewoon loopt, weet je. Bijvoorbeeld, je hebt heel veel festivals die echt lang in de game zijn. En hun zitten dan echt gewoon op hun oude... vorm van marketing. Ze durven geen nieuwe generatie aan, durven nieuwe dit. Vernieuwend te denken. Net als dit. Hoeveel festivals hebben een podcast? Hoeveel? Vrij weinig. Ja, er zijn er maar twee. En dit is eentje van.
zo vernieuwend is het Heaven's Life Festival. En, maar dat is goed. En dat is ook gewoon wat ze ook terug laten komen in het festival. En ook de talent die ze aanbrengen. Gewoon mensen die normaal niet het platform krijgen die ze wel verdienen. Weet je, en daarom denk ik dat Heaven's Life Festival een groot festival gaat worden de komende jaren. En meer vrouwen. Ik hoop het, man. Ik hoop het. Shout out naar alle girls. Ja, maar serieus toch? Want vind je niet heel vaak... Sorry, dat we hebben natuurlijk... Geen probleem. Je hebt het even over. Ik ook. Vind je niet heel vaak dat vrouwen... Tenminste, dat zijn mijn vriendinnen hier tegen mij... Dat ze heel vaak niet de platform krijgen... Of de tijdstip dat ze verdienen? En natuurlijk een vrouw die goed... Zeg maar niet... Natuurlijk niet elke vrouw. Natuurlijk een vrouw die net als jij... Een hoog talent is. Met hitjes. Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat het voor vrouwen wat meer specifieker is qua doelgroep of zo. En luisteraars. Dus misschien dat het daar ook mee te maken heeft. Maar vrouwen moeten sowieso meer de placement gaan krijgen. Maar dat komt wel goed. Ja. Er is heel veel nieuw vrouwelijk talent ook in Nederland. Dus ja, ik geloof echt in. Ik ben ook onderdeel ervan. Ik ben ook mee aan het helpen. Ik heb ook mijn eigen vrouwconcept, zeg maar, met al die vrouwelijke DJ's. De Afro-X concept. En dat doe ik puur gewoon om vrouwen ook dat ze ook prime time kunnen staan. Want heel vaak is het toch heel vaak zo dat vrouwen begin van de avond worden gezet en dan de mannen prime time. En denk ik, ja, maar dan krijgt vrouw niet de ervaring om op prime time op te treden. Wat ik wel vind, is het zeg maar gewoon, want prime is gewoon voor de artiest die ja, een beetje het meest popping is wel of zo. Heeft dat daar niet mee te maken? Want ik vind het soms wel een beetje vakjes denken dat het per se man of vrouw is. Ja, maar misschien ligt het gewoon, is het gewoon het talent op zich, zeg maar. Klopt, maar dat zie je bij DJ's heel vaak. Als een vrouw niet zeg maar een betere tijd heeft, alleen maar als eerste staat, dan kan ze nooit groeien. Mm-hmm. Want heel vaak staan er bijvoorbeeld in DJ-wereld ook een DJ prime time die eigenlijk net zo populair is. Ik bedoel, dus heel vaak worden vrouwen gewoon meer gebruikt als van begin van de avond. En ik gewoon als... Leuke girl, draait leuk. En daarna komen de mannen. En als vrouw kan dat niet ontwikkelen. Ik denk ook als jij heel veel primetime boeking... dat jouw kwaliteiten nog beter worden. Ja, enigszins, ja. Ja, en we gaan voor... Ja, ik zit echt... Nee, ik vind het wel een interessant onderwerp, though. Ik zit echt inderdaad... Je zegt iets en ik dwaal gewoon weg. Ik zit echt er heel diep over na te denken... dat je dat gewoon echt vaak hebt. Gewoon. Ja, ik heb zo, ooit eens zo. Een Amapiano-feest gegeven vorig jaar... Je hebt mij niet uitgenodigd. Dat is wel raar. Ik wist nog niet van je bestaan af, sorry. Maar toen was er een dame ook, die zei ook gewoon van... Yo, luister dan, je gaat mij niet begin zetten. En dat was mijn eerste keer als evenementenorganisator. Het was in een club. En toen was ik zo van, oké, ik heb mijn eigen line-up gemaakt. Mag ik je naam weten? Nee, niet doen. Het was een hele aardige vrouw, hoor. Ik was ook echt oprecht fan van haar, maar ik ben haar naam ook even kwijt, hoor. Ik had een Amapiano-feest gegeven voor elkaar. En ik zeg je heel eerlijk, ik ken heel veel vrouwelijke artiesten. En ik vind eigenlijk vanuit mijn perspectief dat er meer vrouwelijke artiesten zijn. Pas op, hè. Je bent op deze zone, hè? Ik weet, wat ik wilde zeggen was, ik ken meer vrouwelijke artiesten dan mannelijke artiesten. Oké, goed. Okay. Dus ja, volgens mij zijn er volgens mij, ik denk dat er meer vrouwelijke artiesten en DJ's zijn. Dan... Ja, juist nu begint dat wel een beetje te veranderen. Ja, toch. Ik zeg je puur, dat denk ik niet, man. Er zijn denk ik wel meer mannelijke artiesten. Als ik bedoel, nee, artiesten. Ik zeg artiesten, maar ik bedoel DJ's. Oh, DJ's zou kunnen, man. Ik ken veel vrouwelijke DJ's, hè. Ja, ik zeg... Die speuk. Wist het. Hij is erop, jongen. Nee, maar even eerlijk. Jij bent erop, jongen. Kan jij meer vrouwelijke DJ's? Fabi Forster. Die zit ook natuurlijk bij Lab's Live Festival. Ze zei ook. Ja, man. Ik ken, zij is eigenlijk zo van de enige DJ die ik ken, man. En voor de rest kan ik gewoon ook geen man. Dus waarom zeg ik ken DJ Wef ken je niet? Ja. Oh ja, jawel. Oké, nou dan. Zie je, licht. Zie je, licht al. Leuk, ja, DJ Wef. Maar ook mannelijk, hè. Kijk, ook als artiest, hoe meer jij prime time krijgt, hoe meer fans je krijgt ook. Dus dat bedoel, hoe betere tijdstip, hoe meer fans, hoe beter je muziek kan uitbouwen, hoe beter je muziek wordt. Want van die live optredens leer je ook van, voor je volgende liedje toch, als je gaat inzingen. En dus hoe meer kans je krijgt, maar heel vaak worden vrouwen niet, krijgen niet de platform. En Lavish is natuurlijk een vrouwdrankmerk, heel populair is bij vrouwen. Ik vind dat wij hem nog meer moeten uitbouwen en nog meer platform moeten bieden, zoals mooie vrouwen en talentvolle Montana. Ja, maar nee, kijk, nee, wacht. Want oh, je zijn mooie vrouwen, maar vrouwen in het algemeen. Period. Al mooi. Period. Ja. Period. Ja, gewoon vrouwen. Alle vrouwen zijn mooi, toch? Tuurlijk. Ja.
Maar ja, het is, maar ja. Nee, maar weet je, het is... Levis Live Festival is nog nooit de eerste keer dat het ooit nooit geweest is. Maar ik weet... Je hebt er vertrouwen in, hè? Ja, ik weet 100% wordt vrouwen. Ik weet, die vrouwen gaan leuke outfits aantrekken. Die gaan met de meiden naartoe. Ze hebben er gewoon zin in. En, TikTokjes maken van tevoren. Ja. Weet je wat ik nice zou vinden? Een keer een dresscode gewoon op een soort dat festival. Dacht ik ook aan. Be exclusive. Ja, dat dacht ik ook. Gekke dresscode of ik dacht zo. Precies dat laatst. Misschien voor volgend jaar. Dat iedereen hetzelfde kleur komt. Ik zeg maar goud. Goud is wel een moeilijke kleur. Maar zeg maar, nee, goud is lelijk, hè. En blauw. Of gewoon zwart. Nee, all white. Nee. Zwart is hoezo? Alleen met blanke mensen. Hoezo? Wat wil je? All white outfit. Maar dat all white is goed op een festival. All white is gewoon... Nee, maar luister. Maar gaat vies op een festival. Of het moet indoor zijn. Man. Nee, maar dat kleur... Ik vind de kleur echt inderdaad leuk. Misschien valt jaar voor de goede. Dat lijkt me als een brainstorm sessie. Ja, eigenlijk wel. Vind je het nog wel interessant? Ja. Maar welke kleur zou jij doen dan? Ik zou een beetje pastel of nude doen of zo. Ik zou echt niet weten wat pastel is. Pink. Beige met wit. Zomer. Pink. Een babyblauw. Pink summer. Alleen mijn kleren is wel lastig, toch? Ja, want niet iedereen heeft babyblauw, toch? Ja. Want niet iedereen heeft altijd kleren in elke kleur. Maar hoe tof ze zijn als je kleren koopt. Zijn wel tof. Ja, je kan ook zeggen maar dat iemand accent heeft, toch? Wit t-shirt met... Ja, precies. Kettingen met bouwkleuren of weet ik veel. Ja, gewoon iets gewoon. Ik vind het een hele goeie. Dan krijg je meer die saamhorigheid. Ja, zeker. Denk het wel, hoor. Tenminste. Ja. Ja, zou gek zijn. Zou gek zijn. We hebben er allemaal zin in, hè? Zeker. Met welke... Ik ben echt benieuwd met welke tune jij gaat beginnen, eigenlijk. Je gaat niet beginnen met je hitje, toch? Huh? Nee, niemand begint met hitje. Ik moet zitten met hem, man. We moeten nog... Even die set kijken, zeg maar. Ja. Iedereen wil dit hitje horen, toch? Ja, je moet ze gewoon niet geven. Wat je moet gewoon zijn tactiek doen. Niet meteen geven. Niet meteen geven. Laat even nog eromheen draaien. Pas. Dus ja, ik ben benieuwd. Nee, ik was er ook benieuwd, man. Je bent bezig. Ik ben niet bezig, maar ik ben nog niet eens bezig, maar ik ben rustig nog, man. Oké, maar... Ik ben rustig. Je bent niet rustig, bro. Je liegt. Maar oké, voor de rest. Lavish Live Festival. Het gaat gebeuren. Ik ben heel erg benieuwd. Ik zie jullie allemaal daar. Iedereen heeft zijn eigen functie. Ja. Ik ben ook heel erg benieuwd naar jouw set, eigenlijk. Oh shit. Je maakt me zenuwachtig. Ik ben heel erg benieuwd, want... op Letten zelf. Pak jij de main stage? Ja, ik doe dat het eindshow met vuurwerk en altijd. Ja. Montana was vorig jaar bij. Ja, ik... Maar waarom bij jou? Waarom moet jij met vuurwerk? Eerlijk, omdat ik de enige persoon is die het kan doen voor Letten Willis. Want Letten Willis is gewoon mijn baby. En ik ken mijn kind als best als iedereen. Ik doe het met liefde. Ik sta er niet om de roem. Ik sta helemaal niet voor de roem. Ik wil vuurwerk. Niemand anders. Fred, nee. Jonah, nee. Ik wil vuurwerk. Nee, ik verdien het. Ik heb gewacht. Ik heb dit al 20 jaar. Dit is mijn show. Dit is niet jouw show. Het is mijn show. Oké, we taffen. Ja, zou ik ook doen. En dankjewel. Oh, mijn haatmails. Klootzak, hoe durf je? Nee, weet je, het is niet zo gebeurd. Ik begon eerste jaar ging het afsluiten toen ik andere mensen... Ik heb 10 jaar lang andere mensen laten afsluiten... En je komt achter dat zij toch een ander gevoel brengen. Elke DJ brengt een ander gevoel. Niet dat het beter of slechter is. En ik dacht, het gevoel wat ik doe, ook met die intro show, outro show, dat is echt over nagedacht. Een andere DJ gaat dat niet doen. Die komt gewoon draaien. Dus ik ben heel jaar bezig met die eindshow. Ik ben ook heel jaar bezig met wat wordt de laatste track? Wat wordt de eerste track? Ik heb wel een surprise trouwens. Maar ik kan niet zeggen. Maar ik ben er echt mee bezig. Is het en vol met verrassingen? Ja, vol met verrassingen. Zelfs bij Levis Live Festival kom ik ook met verrassingen. Er komt namelijk iemand met me optreden. Oh, hij had een liedje 15 jaar geleden. 15 jaar geleden? Nee. Brace. Lange Frans. Hé? Wat? Ik zeg straks naar de uitzending. Ik mag het niet zeggen nog. Hij komt ook met mij bij de Levis Live Festival. Komt hij optreden. Een oud liedje in een nieuw jasje. Een Afro Latin beat. Ja. Hoe dan? Oké, we moeten echt afsluiten het programma, jongens. Hè? Te veel vraagtekens, gewoon. Ja, je laat echt veel van. Wauw, ja. Jongens, we weten nog steeds niet wie jij gaat meenemen. We weten... Je had het net gezegd. We weten... Ah, kijk, zie je? Je had het net gezegd. Oké, maar dan weten we nog steeds niet wie die mystery guest is. Je had het net gezegd. Nee, maar die mystery guest van op die line-up. Oh, die line-up. Op de grote... Oké, het is... Koop je kaarten. Dan kom je zelf achter. Eigenlijk moeten we zo die video afsluiten. Ja. En beste ook gewoon telefoons, mag niet gefilmd worden. Gewoon iedereen moet het maar gewoon zien als ze daar zijn. Ja, ja, het is eerlijk. Ziggo-Dome uitverkocht binnen uur. Zo'n groot artiest is het. Oké. Ik ben echt benieuwd.
Wil je het weten? Je gaat me niet vertellen. Ga je niet vertellen. Nee, maar los daarvan. Tenzij je me geld geeft. Ik geef je een bank. Jongens, 50 besef, euro. Benny Rodriguez is er ook. De Benny. Ja, Benny's ik wilde paas. Daar net over beginnen. Benny Rodriguez Benny's is er ook. Benny's veel paas. Mensen zijn op house de laatste tijd. Ben jij op house? Ja, ik hou er wel van. Was, maar, was, ik er niet was je Woodstock? Was je Woodstock? Nee, Woodstock. Iemand leg me uit. Woodstock is bos, bro. Dat is bij Bloemendaal. Bloemendaal Zee. Oh, ja, ja, ik ken die. Nee, Woodstock is niet bij Bloemendaal. Oh. Was wel bij Bloemendaal. Nee, Boetsoek is Rotterdam toch? Maar ik zie iedereen okay. Laatste Was je bij Vibes? Ik dacht, was je bij Vibes? Ja, ik ben Edward. Nee, maar je was bij Vibes ook? Ja, ja, man. Oh, man. Maar ik zie iedereen de laatste tijd op house. Dus ik denk, is ook een goede toevoeging op die lijn. Ik ben altijd house jongen geweest. Ik heb imago op eens gekregen dat ik zo'n urban DJ. Maar ik ben echt altijd house geweest. Ik hou van house. Maar waar is het vandaan gekomen? Mijn linkeroor zegt, we willen een Leverage Dance House editie. Zo. Dat is wel wie weet zijn we ermee bezig. Primeurtje. Ja? En ik wil ook een hard techno versie ervan. Hé, hey, we zitten hier naast een DJ. Laten we direct regelen. Stuur de part. Nee, dames en heren. Dit was de video. Shout-out aan mijn speciale gasten. En ik ga het toch zeggen. De headliner van de Leverage Live Festival is... Bedankt voor het kijken. Ik wist het al niet bijna. Bedankt voor het kijken. Watching. Catfish. Thank you for watching. Okay, thanks guys. It's a wrap. Oké, weet wie die live act wordt?